Het directoraat Cultuur heeft vanmorgen in samenwerking met de stichtingen OOM, SEWA en Kalaki Puja een discussieochtend georganiseerd. Ze deden dit in het kader van de implementatie van Hindoestaanse muziek in het muziekonderwijs. Het thema van de ochtend was dan ook hoe verder met het Hindoestaanse muziekonderwijs. Volgens Elvira Sandi, directeur cultuur, is deze discussieochtend een historisch moment waarbij actoren bij elkaar zijn gebracht die alles te maken hebben met muziekeducatie in Suriname. Muziek is immaterieel cultureel erfgoed. En als je mij vraagt, is dat de basis van cultuur. Immaterieel en materieel cultuur erfgoed. Dat heb je, die twee grote poten. Zo is het onderscheiden ook door de UNESCO. En vandaag gaan we ons buigen over dat deel van het immaterieel cultureel erfgoed, dat muziek, onderwijs, voor de specifieke doelgroep, de Hindoestaanse doelgroep in Suriname. Erg belangrijk. En zo moeten we alle andere doelgroepen ook de gelegenheid geven om op muziek, drama en alle andere cultuuruitingen die dit land rijk is, om met elkaar in gesprek te gaan. Dialogue, praten, door praten los je zaken op. En daarom weet ik dat met het programma dat ik, waar wij als directoraat cultuur aan hebben mogen meewerken, dat dit programma vandaag erin zal resulteren dat we met elkaar afspraak gaan maken. Na de opening van de ochtend door directeur Sandi hield Shifar Abdulaziz een presentatie over de Shifar Studio of Percussion, SSP. Hij geeft aan dat SSP zich voornamelijk richt op live percussieoptredens, waaronder de dholak en tabla. Ben ik recentelijk ook gestart met een muzikaal platform onder de naam Surili. En dit platform is eigenlijk voortgevloeid uit het netwerk dat ik met de jaren heen heb kunnen opbouwen. En wat is het doel dat dit netwerk beoogt? Is simpelweg gewoon een platform dat artiesten en opkomende artiesten bij elkaar probeert te brengen om dus samen verder te gaan met muziek in ons land. Ten eerste moeten we interesse opwekken binnen mensen. Het heeft geen zin dat we een heel project in elkaar zetten en instrumenten laten aanvragen vanuit India. Maar er is niet eens interesse in Suriname. Ik geef een simpel voorbeeld. Ik wil ook heel graag dat er serengi en bazuri spelers zijn in Suriname. Maar ik kan nu al uit het hoofd zeggen dat de behoefte daar niet zo groot is. Dus we moeten ten eerste interesse opwekken en daarnaast een analyse maken van wat wil de Surinaamse gemeenschap eigenlijk hebben. Wat muziek betreft. Wij kunnen met heel wat mooie voorstellen komen, maar als er geen interesse is, dan is dat alles voor zomer en is het een waste of money. Tot zover Shifar Abdulaziz, eigenaar van SSP. Hij heeft vanmorgen een presentatie gehouden over zijn studio, de Shifar Studio of Percussion. Deze presentatie was onderdeel van de discussieochtend, georganiseerd door het directoraat cultuur in samenwerking met de stichtingen OOM, SEWA en Kalaki Puja. De discussieochtend is gehouden in de zaal van de ontwikkelingsdienst van Minose aan de Kommewijnenstraat.